Breda Nu. Je weet het meteen. In Breda worden er momenteel bijna 50.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Wij gingen de straat op met de vraag: wat vind jij van een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigen? Wat vindt u van een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigen? Sorry? Een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigen. Ik had een andere vraag verwacht, eerlijk gezegd, op de kermis. ik denk dat ze al een prestatie moeten leveren, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet direct over nagedacht. Ik heb het nieuws niet zo gevolgd, moet ik zeggen. Wat vindt u bijvoorbeeld van mensen die dan vrijwilligerswerk moeten doen? Nou, dat lijkt me prima. Ik denk dat als er mogelijkheden zijn en ze nemen die en ze doen wat, perfect. Prima. Doen ze ook nog een beetje iets terug voor de uitkering die ze krijgen of zo? Ja, het zal doen. Ik heb het gelezen vanmorgen in de krant, ja. Nou, ik vind ergens wel een goed idee. Want dan doen ze er ergens iets voor, hè. En doet u zelf ook iets van vrijwilligerswerk? Die leeftijd heb ik gehad. Nee, dat doe ik niet meer. Ja, in jouw vraag zeg je al dat ze een tegenprestatie moeten doen. Daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Nou, als je in staat bent om iets te doen, dat je het dan wel kan doen. Maar als je beperkingen hebt of dat je voor kinderen moet zorgen, er zijn altijd redenen waarom je goed moet kijken of mensen het echt zou kunnen. Ja, ben ik wel voor. Sowieso. Vooral voor studenten ook. Dat is momenteel gaande, sowieso. Dat studenten en mensen die jonger zijn verplichte, sociale verplichten moeten gaan doen. Ja, nee. Daar ben ik wel voorstander van, ja. Oké, en wat vindt u ervan? Ik niet. Omdat mensen die in de bijstand zitten, het niet altijd hun eigen keuze is. Dus ik vind dat je niet kan verplichten. Ik vind dat je in gesprek moet gaan en dan kijkt... of er iets is wat ze kunnen gaan doen. Wat ze zelf ook vooral zien zitten. Dat vind ik op zich wel een goed idee. Maar ik denk wel dat er per geval moet worden gekeken wat er mogelijk is. Wat mensen kunnen en waar ze ruimte voor hebben. Wat de situatie is. Breda Nu. Je weet het meteen.